Goedemorgen en welkom in het appartement aan de Velmolenweg, nummer 143P. Het complex heet Vivacité en dat betekent levendigheid. Destijds, bij de bouw in 2004, was Jan de Bouvry, wie kent hem niet, de binnenhuisarchitect inderdaad, hieraan verbonden. Je kunt het terugzien aan de afwerking binnen, maar ook de uitstraling van het hele complex. Laten we doen alsof we de dag beginnen, opstaan uit bed, kijken door het raam waar het zonnetje binnen schijnt. Aansluitend de badkamer binnenlopen, waar we kunnen kiezen of we vandaag in bad gaan of onder de douche. Vanuit de slaapkamer lopen we zo het balkon op. Ruim balkon, zon overgoten, maar ook overdekt, zodat u ook droog kunt zitten als het een keer wel regent. Ruim genoeg voor een ronde tafel met 6 stoelen zoals u ziet. En via de schuifbui lopen we de woonkamer binnen. Zitgedeelte. Hier staat de eethoek en op de achtergrond ziet u de keuken die we eens van dichterbij zullen bekijken. Hier de intercom. Er zit een espresso machine in de keuken, een combi oven. Hier zit de vaatwasser, vriezer met 3 laders, gaskookplaten en een vlakschermafzuiging. Hier is de berging, daar is de combiketel geïnstalleerd en ook de witgoedaansluitingen zitten in deze ruimte. Via de woonkamer komen we hier in de hal van het appartement. En daar op de achtergrond ziet u de toiletruimte en de ruime garderobe. Als ik de voordeur openmaak, komen we in het portiek. En dan hoeft u te delen met slechts 1 medebewoner daar achter in de hoek. Hier achter mij het lichte trappenhuis. De liftinstallatie vlakbij de voordeur van dit appartement. En achter is nog een binnenplaats die afgesloten wordt met een automatische poort. Op afstand bedienbaar. Daar heeft u nog een eigen parkeerplaats bij dit appartement en een overdekte of een afgesloten fietsberging. Het is een appartement met een woonoppervlak van circa 98 vierkante meter. Het is een complex voor, ik mag wel zeggen, welgestelde senioren. Binnenkort zal hij op Funda en op onze eigen website op internet te zien zijn. Als u alvast contact met ons opneemt, dan bent u de eerste die kan rondleiden.